in de Global Chapter kijkt iedereen op tegen Piet Joseph. In de Nationale Chapter kijkt vaak mensen op naar Seth, dat die alles doet, zeg maar. En dat moet eigenlijk niet. Iedereen moet net zoveel inzet tonen en net zo geïnformeerd zijn als elke coördinator. Want Seth is misschien niet altijd of voor altijd. En Peter Joseph misschien ook wel niet. Peter Joseph die heeft al taken verspreid over andere leden die het beter konden, omdat ze meer tijd hadden. En dat moeten we eigenlijk in elke chapter hebben, global of national. Nou, dan krijg je toch weer klassenverschillen. Ja, dus het meer cultureel iets dat mensen opkijken naar mensen, terwijl gewoon coördinators gewoon ook members zijn. Ze hebben alleen meer overzicht en communicatief ingesteld om de chapter een beetje te informeren. Ja, wat dat betreft ga je wel heel veel leren van Anonymous. Want die zijn wat dat betreft echt op zo'n manier bezig. Ja, het werkt ook nog heel erg goed. Gewoon iedereen is gewoon gelijk Anonymous pop. En nou, die gasten weten te bereiken, dat is gewoon ongelooflijk. Ja, en daar moeten we eigenlijk gewoon van leren wat zij daar doen. Ja, dus zo moeten zij kijken, moet het ook een beetje zijn, een beetje holistisch. Zodat bijvoorbeeld de Global Chapter wordt uitgeschakeld. Dat het altijd de webpagina van de hoofdpagina wordt doorgeleid naar bijvoorbeeld een Duitse website of zo. Dat we zeg maar solide zijn. Beslissingen die worden genomen niet democratisch binnen de Zeitgeist-movement, althans niet de traditionele democratie. We stemmen niet op mensen, we hebben niet gestemd op Peter Joseph, we hebben ook niet gestemd op Seth. Mensen worden coördinator wanneer ze hebben aangetoond inzet en ook resultaten. Iemand doet het beter dan Peter Joseph, dan stapt Peter Joseph ook gewoon aan de kant en laat diegene dat doen, zoals dat al gebeurd is met Gilbert, die dus meer tijd had en inzet en resultaten met het Global Administration. Er wordt overigens wel gewoon, meningen worden wel behandeld en ideeën worden meer gestemd en behandeld, en niet mensen. Inkomsten en uitgaven. Helaas zitten we in een wereld waar alles met geld gekoppeld is. Dus daarom moeten we ook entree vragen voor vandaag. Vorig jaar kregen we nog wel commentaar dat we geen Zeitgeist Movement waren. Dat we voor 5 euro vragen entree. Maar ja, wie betaalt die zaal? Wie betaalt de apparatuur? Als wij dat allemaal zelf moeten doen, dan zal de Zeitgeist Movement niet zo lang bestaan. We houden overigens wel inkomsten binnen ons eigen movement. Waarin binnen ons eigen community geld inzamelen. Dit doen we via een chip-in account, dat is een widget op onze webpagina, waar men geld kan overboeken. En chip-in is weer gekoppeld aan verschillende betaaldiensten zoals PayPal. Chip-in inkomsten mogen alleen gehouden worden als de Global Chapter Administration daar toestemming voor heeft gegeven. Dit om toch een beetje sturing in te houden en niet dat het uit de hand loopt. Bijvoorbeeld, mensen mogen bijvoorbeeld wel t-shirts verkopen, maar het moet geen hele merchandise worden of zo. Dat zou het movement meer schade toebrengen dan promoten. Onze promotie is dus alleen gebruikt voor flyers, posters en heel recent een stichting. Omdat we wouden inderdaad bij de Universiteit van Leiden onze Z-Day houden, maar dat ging niet door omdat ze ons eigenlijk niet vertrouwden om het weekend het gebouw open te doen voor mensen die ze eigenlijk niet kenden. En als we een stichting hebben, hebben we dit systeem toch een soort van status. Waarin we dan toch een aanspreekpunt hebben en dan op die manier kunnen we waarschijnlijk dat soort dingen beter regelen. En vooral voor de toekomst, er staan nog veel meer op onze agenda om dit jaar en volgend jaar te doen. Dat was het. Dan kan je ons onze presentatie over dat jaar. Is dat een popeling? Nee hoor. Nou, wordt het een en ander opgestart, dan mag ik wat zegje gaan doen. Een aantal dingen komen misschien wat dubbel voor, want Kees en ik hebben natuurlijk allebei onze bezigheden en hebben allebei onze presentatie gehouden. We hebben vluchtig met elkaar natuurlijk wat overlegd. En we hebben toch besloten dat we allebei even een stukje doen. En ik ga het even hebben over wie wij zijn. Misschien voor de meeste mensen niet nodig, maar ik wil het toch even doen. Klaar. Komt-ie. Wie zijn wij? En wat is ons doel? Voor het meeste zou het misschien bekend zijn, voor een aantal niet, maar ik wil het toch even duidelijk hebben. En wat het misschien belangrijkste is, wat zou je kunnen doen? En dat gaan we het ook over hebben. Even kijken, daar gaan we. Wie zijn wij? Nou, ik wil eigenlijk, ja, je kan wel zeggen wie we zijn, daar kan ik een heel verhaal over houden, maar
de laatste tijd worden wij vaak geassocieerd met toch wel verkeerde dingen. Dus misschien is het handig om te vertellen wie wij niet zijn. En in aanleiding van de eerste Zeitgeistfilm die is uitgebracht in 2007, zou men kunnen veronderstellen dat wij zogenoemde waarheidszoekers zijn. Nou, dan zijn wij in eerste instantie al niet voortgekomen uit de eerste film, dus dat is een misverstand waar heel veel mensen toch wel mee zitten. En ja, inderdaad, het had een heel erg hoog complotgehalte, de eerste film. En ondanks dat de meeste van ons, inclusief mezelf, daar nog steeds voor een groot deel in kan vinden, is dat niet de reden waarom wij de Zeitgeist Movement zijn gestart. Dus dit zijn wij dus niet. Even aan de kant. Dit is een typische. Dit zijn wij ook niet. We zijn ook van het omgekeerde wel eens beschuldigd. Namelijk dat wij een of andere vage ondergrondse agenda hebben. In de termen van Illuminati, New World Order. Dat is precies het omgekeerde van een complotdenker. Maar ook dat zijn we niet. Zodra je met een plan komt wat de hele wereld moet gaan veranderen, dan zijn er altijd mensen die denken van, nou, dan moeten jullie wel vast van de Illuminati zijn of een of andere geheime organisatie. Nou, als dat er niet is, dan worden wij vaak wel geassocieerd met het communisme. Want dat zijn wij ook niet. En dat willen we ook niet, want communisme is ook een systeem wat er was. Er misschien nog is, maar ook gefaald heeft en al duidelijke redenen. In het Engels is het toch leuk, hè? Communist Party, dat komt dat plaatje meer tot zijn recht, dat kan in Nederland niet. Omdat wij pleiten voor een verregaande automatisering van arbeids- en productieprocessen, worden wij ook vaak met angst en beven bekeken door mensen die bang zijn dat we overgenomen moeten worden door machines. En ook dat is niet het geval. Ook al mag ik heel graag naar die films kijken, ik vind het enorm spannend. Ik geloof absoluut niet dat dat de bedoeling is van ons, maar dat het ook nooit zo ver zou komen, want wij zijn en blijven de baas. Ondanks dat wij hele sterke spirituele ambities hebben, zijn wij ook niet. We zijn ook geen hippies. We worden wel vaak daarvoor versleten. Op zich vind ik dat helemaal geen belediging, want die mensen hadden ook goede bedoelingen. Maar holistische oplossingen voor wereldproblemen konden zij helaas ook niet presenteren. Met liefde alleen red je het helaas niet. Heel spijtig, ik zou willen dat het anders was. Maar wat zijn wij dus wel? Wat is de Zeitgeist-beweging? Ik doe het maar even in het Nederlands. De Zeitgeist-movement, dat, ja, ik weet niet. De Zeitgeist-beweging is geen politieke beweging. Het erkent geen landen, regeringen, rassen, religies of klassenverschillen. Vooral dat laatste is heel belangrijk. Wij veronderstellen dat deze onderscheidingen onjuist en verouderd zijn en dat ze ver van positief invloed hebben op een ware collectieve menselijke groei en ontplooiing van menselijk potentieel. Heel lange zin. De basis van de genoemde onderscheidingen ligt in machtsverdeling en gelaagdheid, niet in eenheid en gelijkheid, wat de zaken zijn die wij nastreven. En wij streven het niet zomaar na, daar hebben wij ook echt een reden voor. Hoewel het belangrijk is om te begrijpen dat alles in het leven een natuurlijke vooruitgang is, moeten we ook de realiteit onder ogen zien dat de menselijke soort de mogelijkheid heeft om deze vooruitgang drastisch te vertragen en te verlammen door sociale constructies die verouderd en dogmatisch zijn en zodoende niet meer congrueren met de natuur zelf. Met andere woorden, wij zijn lekker bezig, maar niemand van ons vraagt zich af of dat allemaal wel met de draagkracht van de aarde kan. Dat kan dus niet. De wereld die je vandaag de dag ziet is vol oorlog, corruptie, elitisme, vervuiling, armoede, epidemische ziektes, schendingen van de mensenrechten. De dierenrechten staat er niet bij, maar dat zou ik er graag bij willen zetten. Schending van dierenrechten is daar ook een gevolg van. Ongelijkheid en misdaad is het resultaat van deze verlamming. We zijn in staat om heel veel mooie dingen te doen. Op een of andere manier krijgen we het maar niet van de grond, lijkt het. We ondersteunen ieder initiatief, dan hebben we het over de Zeitgeist Movement, welke verbeteringen aanbrengen voor de gehele wereldbevolking, rekening houden met onze leefomgeving, draagkracht van onze aarde. De Venus Project is vooralsnog de enige organisatie die deze weg bewandelt. Tenminste, tenzij er iemand komt die een beter idee heeft, en dan zullen we daar ook met dezelfde manier mee omgaan. Venus Project, voor de meeste van jullie bekend, Jacques Fresco en Roxanne Meadows zijn het Venus Project in 1975 begonnen. Is al een poosje geleden en sindsdien proberen zij hun kennis aan ons over te dragen. Wat Kees al uitgelegd heeft, vorig jaar waren ze al aanwezig tijdens Inspiration Days in het ICRC in Eindhoven. ICRC in Eindhoven is helaas niet meer,